Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag zien we dat een groot deel van Nederland te maken heeft met dikke bewolking. In Groningen is het wolkendek nog wat dunner. Daar kan misschien nog even de zon schijnen, maar ook daar raakt het bewolkt. En bij de bewolking hoort ook een neerslag, die neerslag trekt inmiddels al over het land. Dit is het radarbeeld van 10 over twee vanmiddag. We zien duidelijk dat een flink deel van het land al te maken heeft met de regenval. Intensievere neerslag die zit nu nog boven België, maar komt ook naar ons land toe. En dat betekent dat de tweede helft van de middag en vanavond het behoorlijk regenachtig wordt. Geleidelijk aan wordt de neerslag meer buiig van karakter. Dat betekent dat er ook perioden kunnen zijn dat het even harder regent. Soms blent het echt flink door en misschien dat het zelfs lokaal tot wat wateroverlast leidt. Verder kunnen de buien op een enkele plaats gepaard gaan met een klap onweer. Dit is dan dus het weerbeeld voor de avond, bewolking en stevige buien die over het land trekken. Halverwege de avond is het de graad of 17. De wind draait overal naar het zuidwesten en gaat verder toenemen naar matig en later aan zee krachtig. windkracht 4 tot 6. Komende nacht dan trekken de meeste buien uiteindelijk naar het noorden toe weg. Dan komen er wat opklaringen vanuit het zuiden. Langs de westkust kan nog wel een enkele bui voorkomen. In het binnenland wordt het overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 12. De morgenochtend is het in eerste instantie best redelijk weer op een heleboel plaatsen. In het zuidwesten van het land komt al een enkele bui voor. Maar vervolgens breiden die buien zich geleidelijk aan over het land uit. Al blijft het waarschijnlijk in het oosten en zuidoosten op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt morgen 20 tot 22 graden en de wind, die in eerste instantie nog matig is en aan de noordwestkust zelfs nog krachtig (windkracht 4 tot 6), die neemt geleidelijk af na matig kracht 3 tot 4. En ja, de dagen daarna dan blijft het een vrij wisselvallig zomerweer. Op dinsdag is het aantal buien duidelijk groter dan op de woensdag. Met name in de zuidelijke helft van het land kunnen soms een aantal flinke plensbuien vallen. In het noorden is het wat vriendelijker. Vrijdag een paar buien, maar ook genoeg droge momenten en zonnige perioden. En op zaterdag juist weer meer wolken en ook weer meer buien. Alle dagen ligt de middagtemperatuur rond 20 graden en de wind is meest matig uit het westen tot zuidwesten. Er zitten dan echt geen mooie zomer weer aan te komen. Nou, niet voor langere tijd, maar vlak na het weekeinde, maandag en dinsdag, dan zou het op een enkele plaats in het binnenland 25 graden kunnen worden. Maar op uitgebreide schaal zomerse temperaturen, die kans is niet groot. Zoals we kunnen zien, hooguit 15 tot 25 procent. En voor de langere termijn zien we af en toe een klein signaaltje dat het misschien weer zomers wordt. Maar het houdt echt niet over. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl